Cambuur speelde gisteren een thuiswedstrijd tegen de nummer 3 van de Jupiler League, Fortuna Sittard. Een wedstrijdverslag van Andor Vader. Cambuur zet goed uiteindelijk onder de wedstrijd, krijgt Fortuna Alex al een paar hoekschoppen. Hier komt het de bal voor de Forten van Brian Smeets. Die brengt de bal op een nij in. En dan heb je de tweede peels, zit Marvin Peersman. Die kopt de 1-0 binnen voor Cambuur. Een bliksemstart voor de Leeuwarders, want binnen de 12 minuten komen ze al op een 1-0 voorsprong. De bal komt bij Peersman bij de tweede peel. En via een holle van een Fortuna Sittard speler jit de bal in de goal. En is het dus 1-0 voor Cambuur. De Leeuwarders gaan terug, want Fortendalix de Nij komt de bal hier net op een holle van Manners. Maar wel voor de Forten van Van Delen. Die helpt uit. En die bal jit maar krijgt Njonken de goal van Fortuna. Ek Fortuna Sittard valt on. Hier is het Semedo die de bal maaijoudt on Askowski. Die leidt waarom op Brown. Komt met de voorzet en daar zit diezelfde Semedo die kopt. En die bal giet maar krek. Njonken de goal van Erik Cummins. De eerste goede kans van Fortuna. Na goed een jaloere spelen ontstiet hier dan een duel tussen Brian Smeets en Wessel Dammers. Smeets pakt de bal. Fortuna spelers wil die bal overnemen. En wat doet Smeets daar? Er ontsteert in elk geval een grutte vjochtpartij, maar de grutte vraag is wat die Brian Smeets daar. Het hier wel heel volle wij van een kopstiet. De vraag is wat doet skiertrug de Pol van Boekel. Die houdt Dammers van Fortuna geel en Smeets de rode kaart. Wat een olie domme actie van Brian Smeets. Hier schuift nog eens wat hij doet. Er werd een en ander geduwd. Nou goed, dan draai je om en dan kom je kop tegen kop en dan maak ik een lichtere beweging naar hem toe. En nou ja, dan krijg je rood en ja, wat daarna allemaal gebeurde, dan denk ik dat je ook nog wat kaarten kunt geven. Maar goed, het gaat om dat moment en dat moment is, zonde dat dat gebeurde. Cambuur maakt dus vierde met zien man. En in de tweede helft is het inrichtingsverkeer richting de goal van Erik Cummins. Fortuna Sittard krijgt een aantal goede kansen die het gelukkig van Cambuur er net in gaan. Hier is het Bigelix Vidigal met de voorzet. Kinnier zit er aan en de bal gaat Vardel. En dan is het de allerlaatste minuut. De laatste kans van Fortuna Sittard. Een kopbal van Finn Stokkers. Maar Cummins pakt de bal. En dat betekent dat Cambuur voor het eerst dit seizoen een thuisoverwinning pakt. En de Wien de Leeuwarders ontdag. Ja, dat is heerlijk, hè? Dus je is mijn smelt, denk ik wel. En het is altijd lekker om te winnen, maar het Wien Joet, we winnen er echt mee snel ontdag. Doe merkst het aan alles. Hè? Ik weet zelf ook in Leeuwarden en doe merkst ja, hoe meestal mij de club mijn leven. En ja, hoe de club, het volk, de supporters, de spelers, de technische staf, onoverwinning, thuisoverwinning, daar weer. En ik moet zeggen dat we dat Joet ik mij snel omvliegt hebben.